En dan had je het net even over die gemeenteraad en dat college van BMW. Soms als ik met gemeenten over zelfsturing praat, dan zeggen ze, ja, dat kan bij ons niet, want die politiek die is zo, die kan van alles van ons vragen en daar zijn we dus helemaal niet zelfsturend in. En hoe werkt dat bij jullie dan? Ja, in wezen niet heel veel anders dan bij ieder bedrijf. Een bedrijf heeft aandeelhouders, heeft een aantal targets te halen. En dat kan je doen via hokjes of via zelfsturing of vul het maar in. Alles kan, programmamanagement, matrixstructuren, je kan het zo gek niet bedenken. Dat geldt ook voor een gemeente. Wij zijn ook een klassieke, wat dat betreft, gemeente die gewoon een begroting heeft, een gemeenteraad. En als dat niet lukt, dan hebben we een verhaal op te houden. Dus dat werkt precies hetzelfde als bij de gemeente Amsterdam, Tilburg of wat dan ook. Dat is niet anders. De manier waarop we het doen, dat doen we fundamenteel anders. Die checks en balances, daar hebben wij natuurlijk nu als directie een hele belangrijke rol bij. En dit heeft 5 jaar gekost en die doorontwikkeling gaat weer 4, 5 jaar kosten. Dan zijn we nog echt weer een heel stap verder met een aantal andere opgaves. Dus het luistert heel nauw. Want als het niet goed gaat, dan kijken ze naar de directie. En dan komt de spanning erin. Nou, dat hebben we gelukkig niet, maar je moet het stap voor stap uitbouwen. En dat is voor een gemeente niet anders dan voor een commercieel bedrijf. Dat is exact hetzelfde, daar ben ik van overtuigd. Ja. Maar jullie hebben wel een heel heldere ook verstandhouding met dat college en met die raad. Hè? Ja. Als ik in jullie boekje het een en ander over. Klopt. Ja. Kun je daar wat over vertellen? Nou ja, ik denk wat we in het begin van het gesprek ook over hadden, ook hier weer rolduidelijkheid. Ik denk dat dat toch wel heel belangrijk is. Raad, gemeenteraad, wat is je rol? Maar ook dus, wat is je rol niet? Maar ook college, wat is je rol en wat is je rol niet? En wat dat betreft wel een compliment aan onze gemeenteraad en zeker ook naar het college, die het aangedurfd heeft, het gaat om vertrouwen, de kernwaarde, om op een groot aantal dossiers te zeggen, nou, we moeten het nog maar zien, maar wij gaan op onze handen zitten en doe het maar. Jullie zijn aan zet om als ambtenaar met de samenleving die producten en diensten te verlenen. Daar gaan we als wethouder niet tussen zitten of als gemeenteraad. En ik vind heel mooie voorbeelden, bijvoorbeeld de sociale wijkteams bij ons. Complexe casuïstiek in gezinnen met meervoudige problemen. De wijkteams informeren de wethouder en praten haar regelmatig bij over wat er speelt. Maar de wethouder heeft nog nooit een keer een interventie gedaan door te zeggen, nou, ik vind eigenlijk dat dit of dat moet. En hetzelfde zie je bij kernbeheer. Dat zijn de medewerkers voor de openbare ruimte die een eigen budget hebben van 2,5 ton. Met een eigen bevoegdheid om dat uit te geven aan speeltoestellen, zwerfafval met de scholen opruimen, allerlei initiatieven. Maar geen wethouder die ertussen komt om te zeggen van ja, ik vind eigenlijk dat dat voorrang heeft. Of ik vind dit belangrijker of dat moet gebeuren. Vanuit de filosofie, de samenleving is aan zet om te kijken wat er nu moet gebeuren. En een groot compliment aan de politiek in Hollands Kroon. Dat zeggen, de samenleving en hun counterparts in de organisatie gaan maar aan de slag. En dat heeft heel veel met vertrouwen en met de rolduidelijkheid te maken. En je ziet steeds meer voorbeelden dat de politiek op die hoofdlijnen gaat zitten, heel goed toetst en kijkt of dat inderdaad gaat zoals we het hebben afgesproken met elkaar. Daar mogen ze heel scherp ons op scherp houden, zeg maar. Maar tegelijkertijd vertrouwen geeft om er niet tussen te gaan zitten. Ja, dat is wel een essentiële succesvoorwaarde om toe te groeien naar een excellente organisatie. Die rolduidelijkheid, heel expliciet naar elkaar over zijn. Ja, dat is wel heel erg van belang. En ben je dan niet heel erg afhankelijk van, laten we zeggen, de volgende gemeenteraadsverkiezingen? Komt er misschien een andere uitslag, veel meer gepolariseerd? En dan stort het in? We gaan het zien. Of 2018? Ja, dat is wel een soort spannend moment, denk ik. Ja en nee. Want je ziet dat ook de gemeenteraad binnen Hollands Kroon, toen we begonnen, was heel uitgesproken, dit willen we. En dan is het nog een best beetje schrikken van, nou, dat gaat best wel hard en zo. Maar prima, ga maar doen. De gemeenteraad groeit ook heel erg mee met deze rol en geeft er ook weer op onderdelen sturing aan. En er is nu een hele een werkgroepje gestart voor de bestuurlijke vernieuwing. Om te kijken hoe ziet het Hollands Kroon er in 2018, 2022 uit. Nou, allemaal ideeën over digitale besluitvorming en digitale begroting en minder vergaderen. Allemaal van dat soort elementen. Dus je ziet dat die gemeenteraad, en een flink deel zal ook wel weer terugkomen,
al heel erg bezig is met het nieuwe Hollands Kroon. We hebben geen commissies. Dat betekent dat er veel minder vergaderd wordt. Geen raadscommissies. We vergaderen, de gemeenteraad vergadert nog maar 1 keer per maand in Hollands Kroon. Dus er zit sowieso meer afstand tussen. Het college vergadert nog maar 1 keer per 2 weken in plaats van iedere week. Dus je ziet dat overal op dat soort terreinen de politiek al meer in die kaderstellende rol gaat en vinger aan de pols houden in plaats van overal zelf een stempel op willen drukken. Dus dat gaat hard in Hollands Kroon en dat is heel mooi om te zien. Maar ze zijn echt nu in staat om te zeggen, de samenleving is aan zet. En ja, ik vind dat knap, ik vind dat heel mooi. Maar het risico is er hoor, ik ben het helemaal met je eens, het politieke klimaat heb ik niet in de hand. En dat moet ook niet, dat is echt iets van de politiek, dat gaan we wel zien. Ja. Dan ben ik ook weer eventjes de humble civil servant, dus dat gaan we zien. Het is wel interessant om te kijken of, want als, het grappige is, als jij dan zegt van de gemeenteraad die neemt meer afstand, dan denk ik, oh, dat is eigenlijk ook wel weer gevaarlijk, want wordt de samenleving dan niet, komt die niet te ver op afstand te staan van jullie als ambtenaren, maar tegelijkertijd is het uitgangspunt, de samenleving is aan zet, dus komt het dichterbij. Dat klopt. Maar dat betekent niet dat je alles tot aan detail, en dat zie je vaak bij heel veel gemeenteraden, besloten moet worden door de gemeenteraad. En dat is het belangrijkste. En dat betekent ook straks voor een raadslid, dan ga je niet meer vergaderen iedere week met van alles en nog wat, maar dan ga je nog maar eens in de zoveel tijd op hoofdlijnen vergaderen. Maar dat betekent dat je heel veel tijd over hebt om, naast je baan die je hebt, de samenleving in te gaan. Het is veel, denk ik, waardevoller om daar de tijd en de inspiratie voor te hebben om te gaan kijken, hè, waar we mee begonnen, de veranderende samenleving. Wat gebeurt er allemaal in de samenleving als raadslid? Luisteren en kijken hoe je op hoofdlijnen dat kan inpluggen in de rol die je als raadslid hebt. Maar niet die uitvoering dubbel gaan doen. En dat is nog wat je te veel ziet in Nederland. Dat is aan het college of aan de organisatie en die zijn daarmee aan zet. En wel heel goed opletten dat zo'n organisatie het een heel goed overleg met de samenleving doet. Als een organisatie ontstaat die een vijfde macht wordt van wij bepalen het wel, dan doe ik iets niet goed. En dan doen wij iets niet goed. En dan krijgen we als boemerang ook terug. Want dan gaan we een beetje onze eigen macht opbouwen. Nou, dat is volledig wat wij niet willen als Hollands Kroon. En daar ga ik zelf heel goed op letten, maar dat gebeurt gelukkig niet. Het gaat juist om die samenleving. Dat is het belangrijkste.